daar gaan we. 3, 2, 1. Grapje. Hallo allemaal. Hallo. En welkom bij deze gloednieuwe februari video. Het is nog steeds februari, oftewel elke schooldag komt er een collab online. Vandaag ben ik met Noah van de Filmfabriek en Ponkers. Gelijk commercieel weer dit, hè? Echt een commerciële boy. Ik wil me alleen voorstellen waar je misschien mij van kent. Nee, grapje. Inderdaad, Noah heeft een kanaal over films en dergelijke. Ja. Dus ik kwam op het briljante idee, al zeg ik het zelf, nee. Dat we vandaag de 10 geboden van de bioscoop gaan bespreken. Want de bioscoop is een zeer leuke plek. Maar ik heb ook wel mijn irritaties en shit. Jij ook? Ja, zeker. Dus wij hebben 10 regels samengemaakt waar iedereen zich aan zou moeten gaan houden. En dat zijn natuurlijk de 10 geboden van... de bioscoop. Bom, 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 bom. Gebod nummer 1. Koop je niet je eten in de bioscoop, want het is verschrikkelijk duur en ze controleren niet zo streng als de douane op Schiphol. Nee, dus je hoeft geen dingen in te slikken of zo, dat je zeg maar naar de wc gaat en daar alles eruit haalt, die M&M's en zo, dat hoeft niet. Je kan het gewoon, tip, je kan het gewoon bijvoorbeeld in een rugzak doen of iets anders, onder je jas. Je moet wel oppassen altijd, vaak als ik de bioscoop inloop, dan hoor je mij al aankomen, want bij elke beweging wordt zo krak, 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 weet je, van alle zakken en shit. Zo, of die, al die flesjes die je rugzak hebt van die biertjes. Ja, zo, ja, dan klink, 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 maar gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Gewoon doorlopen. Voor alles doorlopen. Meneer, heeft u misschien toevallig flesjes in de zak? Nee, dat is mijn kat. Ja, want hij heeft mijn kat mee naar de bioscoop in mijn zak. Kat in de zak. God. Nummer 2. Ga naar de wc voordat de film begint. En dan niet dus inderdaad om je gesmokkelde etenswaar eruit te halen. Maar het is zo irritant als je in de film zit, je zit er net lekker in, het is spannend en dan komt er ineens iemand die naar de wc moet. En dan die moet voor je, langs je, over je. En ik snap sowieso niet dat mensen op dat moment naar de wc gaan, weet je? Je blaast toch kapot dan dat je die 10 euro hebt verspild omdat je de film niet meer snapt? Nee, precies. Ik bedoel, je blaast geneest heus wel. Ga altijd op de plek zitten van het kaartje. Dus heb je stoel nummer 14, rij 8, ga op die stoel zitten. Ja. Want ja, mensen die dan op een andere plek gaan zitten en jij komt dan aan bij jouw stoel. Hele ruzies ontstaan er altijd. Hé, ik zit hier, wanneer is mijn plek? En dan pak ze zo'n bioscoopstoel. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, voorkom dat gewoon door gewoon op je fucking plek te gaan zitten waar je voor betaald hebt, oké? En het kan zijn dat je te laat komt voor de film. Ik bedoel, hè? Dat kan. Ja, bedoel. Maar als je dan te laat binnenkomt, hou alsjeblieft gewoon je bek dicht en ga zitten. Vaak dan komen er van die mensen, welke rij hebben we? En dan is het, weet je, en dan, ja, hier zitten we volgens mij. En rij 8, oh nee, toch niet. En dan met een lampje schijnen waar ze dan zo voor je gezicht van, oh, zit ik hier, oh sorry, pardon. Ja. En dan weer voor je langs lopen. Dat kun je ook met je mond dicht doen en zonder te gaan shinen met je telefoon. Ja. Kan. Kan. Het is moeilijk, maar het kan. Maar aan de andere kant begint de film om 9:15. Dan kan je uiterlijk 9:30 de bioscoop staan nog instappen. Want je hebt toch eerst al die trailers en zo vaak, toch? Al die reclames. Eer dat die film begint. Eerst nog 6 keer dat je een Pathé Unlimited kan kopen. En dat het maar 26 euro is. En dat je 20% korting krijgt. En altijd die Pinocchio. Ja. En dan komt daar... Dus de regel is, kom gewoon een kwartier te laat. Maar niet later dan een kwartier te laat. Het volgende gebod van de bioscoop, hou je eigen handen thuis. Je kent dat wel, die stelletjes die dan naar de bioscoop toe gaan en dan naast een beetje zoenen en kussen, gaat er af en toe wel eens een hand zo ergens anders heen en dan... Ja, waar is hij nou eigenlijk gebleven? Dat ze zeg maar al eerder zin hebben in de aftiteling. Ja, en dan net anders gespeld. Ook al heb je een love seat, gedraag je gewoon een beetje. Dat is het eigenlijk. Gedraag je! Gedraag je! Er worden volgens mij ook gewoon infrarood night vision opnames gemaakt, toch? Dus ja, ik weet niet waar je wil eindigen als je dat doet. Soort ik denk dat de mensen in de beveiligingsruimte genieten. Ja, dus vooral blijven doen. Doe in ieder geval je best
om zo weinig mogelijk geluid te maken tijdens het eten. Ik snap, we hebben net gezegd dat je van alles mag meesmokkelen, is prima. Maar doe dan in ieder geval je best om zo weinig mogelijk geluid te maken. Want het is fucking irritant als je al die smakkende mensen om je heen hebt en dat... Hou op! En praten tijdens de film vind ik ook niet kunnen. Ik bedoel, weet je... Als je iets te vertellen hebt, ga dan naar een theehuis, café of een bar. Ja. Maar ga niet naar de bioscoop om met elkaar te gaan kletsen. Nee. Ook al is de film slecht, ga dan weg. Of zo. Ja, maar... En dan wacht... Nee, want... Ja, en zorg dan dat je aan het einde zit. Dat ga inderdaad, niet weggaan. Niet weggaan, gewoon... Gaan dutje slapen. Ja, ga gewoon slapen. En denk een beetje aan degene die voor je zit. Ga niet tegen de stoel aanschoppen. Hoesten als je SARS hebt of een griep hebt. Ga dan niet naar de bioscoop. Nee. Soms zit je een zadelijke soort van kettingreactie. Zo. Ik heb ook zo'n spelletje trouwens op de iPhone. Dat is precies hetzelfde. Dan moet je één iemand beginnen met niezen en dan moet je iedereen aansteken. Nou, dat voel ik altijd niet als ik in de bioscoop zit. Kijk, dat je even moet hoesten, geen probleem. Maar sommige mensen, die hebben gewoon echt iets onder hun leden, ik weet niet wat, maar een of andere ziekte. En dan ga je toch niet naar de bioscoop. Eén, je steekt erin aan. Twee, verstoort film. En drie, ik weet niet, maar het is gewoon heel irritant. Dan ga je film kijken in bed en niet film kijken in de bioscoop. Zo, en weet je wat ik het allerlekste vind? Film kijken in bed. Ja. Zo. Wow. Wat gaan we hierna dan even doen? Ik was even bereid dat ik mijn beeldscherm niet heb aangezet. Een ramp, maar goed. Oh, Rutger. Dit waren de 10 geboden van de bioscoop. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Alhoewel, ik hoop gewoon dat je eraan houdt eigenlijk. Want dan kan ik fijn film kijken voor je. Ja, ik ga ook beloven dat ik me hier aan ga houden. Heel goed. Noah en ik hebben ook een video opgenomen op zijn kanaal De Filmfabriek. Dus je kunt nu... op Noah klikken. En wat hebben we gedaan? We hebben de Helium Movie Quote Challenge gedaan. Met deze grote gastank. Dus ik zou zeker even die video ook gaan checken. Als je op je mobiel zit, kun je natuurlijk ook in de beschrijving kijken. Daar staat het linkje ook. Tot zover deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe vooral even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En laat in de reacties weten wat jij nou echt het allerirritantste vindt in de bioscoop. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Maar tot die tijd... Stay fabulous! Ik zit te denken, zou ik... Wacht, paniek! Nee, niet voor dit! Bijna vergeten! Als ik kan, is ze niet slapen. Oh, echt? Oh, deze dan ook. Hey, wat rusten! Morgen is het alweer de laatste dag van deze februariweek met een gast die al zo vaak is aangevraagd. Ik zou morgen zeker even kijken. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even. En volg me op Twitter, Instagram en Snapchat. Dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen!